Zongeres Maan Maande Steenwinkel zegt maandag op Instagram dat ze de excuses van Radio 538 heeft aanvaard. De 538 DJs lieten haar een aantal weken geleden tijdens een radiooptreden zo schrikken dat ze in huilen uitbarsten. De DJ's zetten op 17 november een straker, een naakte man. In tijdens het optreden van de voormalig Vooise of Holland winnares. de kwestie kreeg zondag pas aandacht nadat onder andere zanger Tim Knol op Twitter zijn ongenoegen over de actie had geuit en anderen zich daarbij hadden aangesloten. De steenwinkel schrijft: Ik vind het heel heftig om te zien wat voor een opheffer is ontstaan over het incident bij 538. Het struikerverval heeft me intens laten schrikken was een totaal misplaatste en vreselijk stomme grap. Ik heb me er heel rot over gevoeld, maar het is inmiddels drie weken geleden en ik heb het, na meerdere malen excuses van Frank. Dane, Red, en zijn team, afgesloten. Maande Steenwinkel kwam maandag langs in de show van Frank Dane om over het voorval te praten. Ze vertelt dat ze zich erg onveilig voelde toen de naakte man binnenkwam. Ik verstijfde helemaal. Ik voelde me heel onveilig. Ik wist niet wat er aan de hand is en waar die man vandaan kwam. Ik probeerde contact met jou, Frank Dane, Red, te maken, maar dat lukte niet. De zangeres vertelt dat ze eindelijk dacht dat ze in een show zonder grapjes zat. Spijt DJ Frank Dane zegt dat het hem leuk leek om de eerste radioshow te zijn met een straker. Tijdens een voetbalwedstrijd, tenniswedstrijd of het zo'n vinden mensen het leuk als er een straker in beeld komt. Dat de zangeres niet goed op zijn grap reageerde, had hij dan ook niet verwacht. Ik dacht kut, shit. Dit is zo niet de bedoeling. Dit had nooit mogen gebeuren. Dit was zo niet mijn intentie. Het spijt me zo ontzettend dat het is misgegaan. Dit had ik niet voorzien en had ik moeten voorzien. De zangeres zegt dat zij dan excuses heeft aanvaard. En nu weer focussen op mijn allereerste eigen clubtour. Waarom een positieve energie naartoe gaat. Want muziek maken blijft het mooiste wat er is. Aandacht waarom het fragment pas ruim twee weken na de uitzending uitgebreid aandacht kreeg. Is niet duidelijk. Knol riep nog dezelfde avond op de zender te boycotten. Ongelooflijke prutsers. Reageerde de zanger daarop uit en ook konden meer presentatoren Erik Korton en Janina brengen ongenoegen. Ik zocht naar woorden, maar Tim zegt het al prima. Aldus Sabrin, de Volkskrant-columniste Heila Zitassink, spreekt in een reactie over een zender met morsige mannetjes die denken dat morsige mannetjes fantasietjes leuk zijn. Pa, George von Liesch, hoofdredacteur van de radiozender BNR. Laat weten dat hij de DJ's zou hebben ontslagen als ze bij zijn zender werkzaam waren. Excuses de zangeres reageert erg geschrokken als de Strake tijdens haar optreden binnenkomt en moet huilen, terwijl mannen op de achtergrond hard lachen. Ik schrok zo erg, zegt de Steenwinkel tijdens de uitzending. Er zat opeens een naakte piemel voor mijn gezicht. Maar hebben jullie dit weer gedaan of niet? Ze lijkt met die laatste vraag te verwijzen naar eerdere optredens bij 538 die door de DJ's op ludieke wijze werden verstoord. De DJ vraagt haar vervolgens of ze echt geschrokken is. Waarop de zangeres antwoordt: Ik was al een beetje zenuwachtig voor het optreden, ik had mijn ogen dicht en opeens staat er een naakte man voor mijn gezicht. De steenwinkel verontschuldigt zich daarna voor haar reactie. De DJ's boden de zangeres na de actie hun excuses aan. Maar Knol vindt dat niet genoeg. Zo met artiesten omgaan: niemand moet meer naar die radiozender gaan om zijn liedje te promoten. Flik erop.